In deze video gaan we werken met rechte lijnen in Lightroom Classic. Zou je afvragen: rechte lijnen? Waar heeft die man het over? Waar gebruik je daarvoor? Nou goed, dat gaan we in deze video dus zien. En we gaan er vier dingen mee doen. We gaan telefoondraden weghalen. We gaan gebrande randen om een foto maken. We gaan een rechthoekige maskers maken. En als laatste gaan we een spotlicht op een onderwerp zetten. En dat doen we allemaal met rechte lijnen. En die rechte lijnen, die maak je door de shift-toets te gebruiken. Goed, we beginnen maar eens met dit plaatje. En uh, ja, wat moeten we hier doen? We willen de bovenste draad willen we weghalen. En hoe doe je dat? Nou, je gaat naar het retoucheer gereedschap toe. Er is een nieuw retoucheer gereedschap. Dat heet houden van inhoud. Daar klik je op, dus dat is het eerste. Wat je doet, je klikt helemaal links op de bovenste draad. Met een grote kwast. Nou, dan, krijg je, dan doet hij iets lightroom, daar ben je natuurlijk niet blij mee. Je gaat helemaal naar de rechterkant, je houdt de shift-toets ingedrukt en dan klik je weer met je middelste van, die, van dat cirkeltje, groot cirkeltje, op de andere kant van de draad. En je wacht even, zegt hij, analyseren en tada, kwijt. Dus wat hij nu doet is hij trekt een rechte lijn tussen je eerste punt en je laatste punt. Ja, en dat verwijdert hij. Ja. Dus zo kun je heel makkelijk rechte telefoondraden weghalen. Goed, ja, simpeler kan niet. De volgende: Gebrande randen. Je ziet deze foto, die heb ik wat bewerkt. Die heeft een, een, uh, ja, een bepaalde kleurstelling. Mooi plaatje misschien, maar ja, je, je ziet te veel. Er staat ook te veel op. Hoe gaan we dit nou aanpakken? Door de aandacht op het centrum van de foto te leggen. Nou, dat zou je kunnen doen met een vignet. Dus dan. Zorg je dat de focus van de kijker naar het lichtste deel van de foto gaat? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je gebruikt dat vaak ook bij portretten. Zou ook hier werken. Maar goed, we gaan met rechte lijnen werken, zeiden we. Dus we gaan gebrande randen maken. Dat is een techniek waarbij langs de, de omtrek van de foto het donkerder is. En dat gaan we als volgt doen. We kiezen weer het gereedschap. We kiezen penseel. En we kiezen een groot penseel. Dat zie je dus hier, hoe groot dat die is. Zo. Met een hele. Grote rand met een doezelaar van 100. Je klikt in de rechtsbovenhoek. Vervolgens hou je de shift-toets ingedrukt. Je doet linksboven. Je doet linksonder. Je doet rechtsonder. En je klikt weer rechtsboven. Nou, nu zie je dat je dus. ...een mooie ja, overlay heb gemaakt aan de randen, rechterranden van de foto. En alles wat we nu hoeven doen is we schroeven de belichting wat terug. En die kunnen we best fors terugnemen. Terug zo en we iets de verzadiging, want het moet ook niet te kleurrijk zijn. Zo, en dan hebben we gebrande randen gemaakt. Dit is de foto zonder gebrande randen. En dit is de foto met gebrande randen. En ja, ik kijk nu meer naar het midden van de foto. Hè. De voorgrond en de zijkanten worden veel minder belangrijk wanneer je zo kijkt dan zo goed nu komen we bij de bij het derde voorbeeld is dat we we willen een, een recht ja rechte lijnen maken van een masker maar rechte lijnen maken van een masker daar kun je misschien met lineair verloop maar dat kun je bijvoorbeeld niet met het penseel dat is het altijd, je hebt geen vierkant penseel dus stel nou dat ik het rechtse vlak hè, het donkere vlak van deze doos wil selecteren dan is dat met het penseel best lastig hè? want zou ik hier ingaan, gaan ja dan ja, ga ik er altijd overheen wanneer ik die hoek wil selecteren dus dat is niet, niet handig maar het, het kan wel. En dat gaan we als volgt doen. We kiezen dus een penseel. We zorgen dat de, de doezelaar op 0 staat. Dan hebben we dus een hard randje. En we gaan over heel dat zijkantje gaan we heen. Zo. Nou, hoe krijg ik nou dat die randen recht worden? Dat is redelijk simpel. We gaan naar verwijderen. En dus ik kies weer een penseel. En zorg dat die penseel weer een doezelaar heeft van 0. Wanneer ik nu klik rechtsbovenaan. Zo. En ik houd de shift-toets ingedrukt en ik klik aan de andere kant... Linksboven. Kijk. En wanneer ik nu links hier klik en ik hou de shift toets ingedrukt en ik ga hier, kijk een recht randje. En wanneer ik nou hier klik en dan daar klik. Shift toets ingedrukt. En ik klik hier en ik klik daar. Dan heb ik netjes de, de rechthoek geselecteerd hè, met scherpe hoekjes. En wanneer ik nu zeg nou ik wil de belichting verhogen. Kijk, zie je? Dan heb ik dus netjes daar de belichting in de hand. Ik kan de, de helderheid, want dan gaat hij wat meer glimmen. Kan misschien de verzadiging ietsje terugtrekken en zo kan ik dus ja rechte rechthoekige vlakken je kunt zelfs rechthoeken zo zo selecteren dus je doet eerst een, een vrij grove dingen eromheen en dan trek je met de shift toets ingedrukt trek je met met zil met een harde rand de zijkanten er vanaf goed en dan gaan we als, als laatste ja, dat is ook een, een aardige foto wel uh, maar ja het is een beetje saai aan de bovenkant en staat dit nou wel in het licht je ziet hier wel wat wat groei maar er is een techniekje, dit heb ik van Julianne Kost. Dat is echt een fantastische Lightroom expert. Zo zeg ik, zou zeggen, bezoek haar YouTube kanaal. Die leert je elke keer iets nieuws. En mij dus ook. We gaan weer naar het penseel. En nou, we zorgen eerst dat we een, een grote doezelaar hebben. We maken het penseel een beetje klein. En we doen dat vanuit linksboven. Klikken we gewoon een keer. En dan zie je dus daar een, een vlek ontstaan. Goed, we gaan bij de Paddenstoelen staan. En we, we maken dat penseel maar zo'n stuk groter. Zo, hou die shift toets ingedrukt en klik. En je ziet, er komt dan ineens een, een bulk met licht naar beneden toe. Of tenminste, je hebt dat geselecteerd. Want wat gaat er nu gebeuren wanneer ik nu de belichting van dat straaltje mag doen. Kijk, daar zie je, daar komt er een soort licht op te staan. Nou, ik vind zelf, dan mogen we de foto wel wat donkerder maken. Zo, dat doe ik dan in het histogram zelf. zo. En ik wil dat de hooglichten wat terug, want anders blijft het zo gloeien. Ja, en ik, ik denk dat ik de helderheid wat verhoog. Zo, dan wordt het wat sprankelender. En zo heb ik dus een spotlight gemaakt. Zo, dit was de foto. En dit wordt de foto. En het, het grappige is: ja, dat is echt, ik wil het toch even laten zien. Wanneer je nou met je cursor boven uh, de foto komt, dan zie je daarboven dat kwastje. Ten, ten teken dat je dus een penseelmasker gemaakt hebt. Maar dat ding kun je dus ook nog verplaatsen. Het is dus echt bizar. Ik denk van nou, ik wil toch meer de bovenkant zo dan de onderkant. Of ja, wat je dan ook wil. Hoef je hem niet opnieuw te maken. Ja, het is jammer dat je hem nog niet kunt schalen, maar je kunt hem wel verplaatsen. Dus eigenlijk een, een fantastische techniek. Dus je ziet ook dat. Hij trekt een rechte lijn, maar hij, hij past ook de grootte aan, hè, van klein naar groot. Nou, dit zijn de techniekjes om rechte lijnen te gebruiken in Lightroom. Classic. En. Nou, het is maar dat je het weet. Misschien kom je een keer iets tegen en denk je van, nou dat is lekker handig. Ja, ik wil een rechte lijn. Hou dan die shift-toets ingedrukt. Dus klikken, shift-toets indrukken. En volgende keer klikken. En het wordt een rechte lijn. Dat werkt trouwens ook in Photoshop zo. Met, met het gummetje of met het, een, een, een kleurpenseel. Hou je de shift-toets ingedrukt tussen twee klikken. Dan wordt het een rechte lijn. Tot zover!